te kunnen scoren in Nederland, maar wie weet. Goed, aan tafel zit Ron van Hoof. En Ron van Hoof komt uit Putten. En Putten heeft van alles gemeen met Baarle. Het is ook Belgisch en het is ook Nederlands. Want Putten heeft een Belgisch gedeelte en ook een Nederlands gedeelte. Net als Baarle, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Dus samen zijn we één, hè? Ron, ja. Of niet? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Goedemiddag. Ja, en hoe, goedemiddag, Ron. Hoe ervaar jij het om in een, zo'n, ja, ja, zo'n beetje zo'n, ja, hoe zeg je dat netjes, zo'n gedeelde gemeente te wonen? Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Hè? En zeker, ja, jaren geleden waren bij ons op zondag ook alle winkels open. Nou is dat tegenwoordig, is dat overal. Ja. Maar ja, jarenlang is dat natuurlijk heel uniek geweest dat in Putten alle winkels open waren. En dat was altijd gezellig, altijd leven. En dat is nog wel, hè? Ja. Met de Belgen en de Nederlanders samen. Dat is altijd wel gezellig. Ja. Hier in Baarle was het altijd een beetje vechten, hè? Op zondag. Hè? Als er wat gebeurde, van God, moet nou de Nederlandse kant helpen of de Vlaamse kant helpen? Ja, 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 dat, was dat in Putten ook, nee, zo? Nee, daar hebben we in Putten niet zo last van. Omdat in Putten echt duidelijk was wat België was en wat Nederland was. En in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog ligt dat net even anders. Ja, je kunt in België wonen en in Nederland slapen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, inderdaad, ja, ja. Ja. Maar goed, hoe lang woon je al in Putten? Ik woon al 58 jaar in Putten. Ik ben geboren en getogen. Kijk eens aan. Ja. Dus je weet niet anders. Ik weet bijna niet anders, nee. Ja. Putten, Ron van Hoof, het zingen. Hoe, ja, ben je daarin gerold? Ik ben ooit als manneke van 12 jaar op gitaarles gegaan. En dat was bij ons in Putten in een heel grote club. Axeta heette dat. Dat waren allemaal jongeren die speelden gitaar en accordeon. En daar heb ik een jaar of 4 gedaan, of zo, 3 jaar. Toen is die club die is gestopt. Toen zijn we met een aantal mensen van die band, van die club, zijn we een bandje gestart. En ja, van het ene bandje naar het andere bandje. En uiteindelijk ben ik bij de Hearts terechtgekomen. Dat was toen een redelijk, ja, goede band bij ons in de buurt. Daar heb ik een aantal jaren bij gespeeld. Toen ben ik bij Telstar terechtgekomen. Heb ik 4 solo singles opgenomen bij Telstar onder de naam Ricardo. Je bedoelt Telstar, de platenmaatschappij, ja, Johnnieuws, van, ja, onze grote Johnnieuws? Ja, ja, daar heb ik toen 4 singeltjes opgenomen in de jaren 80. Onder de artiestennaam Ricardo. En toen, ja, toen was die piratentijd een beetje aan het afzakken, zeg maar. Toen ben ik weer een band begonnen, Ricardo en de Calypso's. En daar heb ik tot 5 jaar geleden heb ik dat gedaan. Toen zijn we met die band gestopt. Zijn we nog mee een duootje een paar jaartjes verder gegaan, maar dat liep ook niet meer zo. Uiteindelijk is dat gestopt en ben ik toch weer op aandringen, tenminste, of op aanraden van mijn nicht Christian van de Melando's, ben ik toch weer solo gaan zingen. En ja, met als gevolg in maart mijn eerste single en in oktober onlangs mijn tweede single. Nou, zei je al, Telstar, nou ligt Putten in de hoek van Roosendaal. Ja. Telstar, helemaal in Limburg. Hoe kom je nou als Weert, ja. Ja. Hoe kom je nou als zo'n nuchtere Brabander, Belg, CQ, ja, in aanraking bij zo'n grote meneer als Johnny Hoes? Want, ja, dat was geen kleintje. Nee, dat was zeker geen kleintje. Ik nam toen mijn singeltjes op bij Wim Schelkes. En die nam op in de Stone Sound Studio in Roosendaal, waar ook Jack Jersey zat en zo. Ja, en zodoende ben ik dan uiteindelijk toch bij Telstar binnengesukkeld. Ja. Ja. En blijven hangen tot al die tijd? Ja, ik heb daar 4 singles opgenomen. Dus ik heb in een jaar of 2 bij Telstar rondgedalkt. Je noemt ook de naam de Moonlights? Nee? Nee, de Moonlights. Nee, de Hearts. De Hearts? Dat ben ik ooit, dat was mijn allereerste beetje, ja, redelijk professionele band. En wat voor muziek maakte je dan? Dansen en amusement. Was dat toen op feestjes en partijen. En je maakte die muziek allemaal zelf? Nee, 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 dat was gewoon een bandje met 2 gitaristen en een toetsenist en een drummer. En dan gingen wij overal op feestjes allemaal spelen. En dat liep goed? Dat liep hartstikke goed, ja. Wij waren iedere vrijdag en zaterdag weg. En dan maak je op een gegeven moment, dan stop je daarmee en ga je solo gaan. Ja, toen ben ik solo gaan doen, ja. Ja. Is het dan moeilijk om uit zo'n band te stappen en dan helemaal een nieuwe solo carrière te starten? Ja, dat is inderdaad niet makkelijk. Nee, want als je mee in bent, dan sta je met z'n 4 op podium en dan sta je in 1 keer in 1 keer op podium. Ja. Als dat fout gaat, dan sta je er alleen voor. En anders, ja, dan sta je met z'n 4. Dus dat is wel even wennen, maar het heeft ook zijn charmes wel. En ja, contacten die je dan opbouwt met zo'n groep, neem je dan ook mee als solo-artiest? Heb je daar dan nog gauw vast aan? Of? Eventjes, even wel, maar als je niet meer in een band zit, dan kom je toch in een hele andere wereld. Ja? Dus ja, dan kom je ook weer op hele andere locaties en zo. Dus ja, dat is toch wel anders dan in een band. En verhaal Telstar, ging je dan nog door met solo? Ja, dat heb ik 1 jaar of 2 gedaan, maar op een gegeven moment, toen was die piratentijd was klaar. Mm-hmm. En toen heb Telstar ook gezegd van, het is afgelopen.
Maar goed, dan maak je een soloplaat op een gegeven moment. Ja. Die soloplaat, nou goed, dat heeft een begin. Maar hoe start je dat dan op, zo'n plaat, zo'n eerste begin weer solo? Ja, dat is eigenlijk vanzelf gegaan. Ik heb contact gezocht met Wim Schelkes, dat was de man die woonde bij ons in de buurt. En die deed dat heel vaak. Nou, ja, ik heb toen zelf mijn teksten geschreven. En Harry Silver, die heeft toen de arrangementen gemaakt. Dat was toen ook een hele bekende bij Telstar. Ja, en zodoende is dat eigenlijk gegaan, ja. Moet je uiteindelijk helemaal veel van beginnen dan, met solo beginnen? Of? Ja, in principe wel, ja. Ja, dan begint eigenlijk weer gewoon helemaal opnieuw, hè. En dat is moeilijk? En dat is zeker moeilijk, ja. Dat is, ja, net als nu ben ik ook 2 jaar geleden solo weer opnieuw begonnen. En dat is ook weer moeilijk, want ja, dan kom je weer in een hele andere wereld. Dus je moet eigenlijk weer een beetje van het begin af aan gaan opbouwen. Wat is het moeilijkste dan, om uit zo'n band te stappen en dan solo verder te gaan? Om in de bekendheid te komen. Hè. En ik had toen het nadeel natuurlijk dat ze mij de artiestennaam Ricardo hadden aangemeten bij Telstar. En ja, die kende helemaal niemand. Dus vandaar dat we nu gewoon hebben besloten om gewoon mijn eigen naam aan te houden. Ron van Hoofd, die kennen heel veel mensen. Dus dat is net even handiger dan een artiestennaam. Goed, jouw eerste plaat, die kwam uit? In maart. Met de titel? Het leven met jou. Het leven met jou. Ja. En die heb je zelf gemaakt, zelf geschreven? Ik heb de tekst zelf geschreven. Het is op een melodie van een liedje van Elvis Presley, Moody Blue. En daar heb ik een Nederlandse tekst op gemaakt, Het leven met jou. En je was Elvis Presley fan? Ja, ik vind Elvis Presley wel leuk, ja. Ja, ja en ja. Wat trekte je daar dan in Elvis Presley? Ja, zijn diversiteit aan nummers. Ja, hij heeft heel veel verschillende nummers. En een heel mooie stem natuurlijk. En het nummer Moody Blue, dat deden wij al met de band altijd. Dat vond ik altijd een heel mooi nummer. Dus vandaar dat ik daar een Nederlandse vertaling op heb gemaakt. En die vertaling heb je zelf gemaakt? Ja, die heb ik zelf gemaakt, ja. Gaan we even luisteren naar het eerste liedje. Mag je hem zelf nog aankondigen op? Ja, nou, beste luisteraars. Heel veel luistergenoegen met mijn eerste single, Het leven met jou. Gaan we luisteren naar Ron van Hoofd. Dat is het.